Yo mensen, welkom bij een nieuwe video heel op Korps, ja vandaag spelen we Clash Royale Laat alvast een like achter We gaan weer een challenge doen Weet je nog een leuke challenge? Laat het achter in de comments Want ik pak altijd challenges uit de comments En nu heb ik geko eh, gekozen voor een challenge dat, ja hoe wil je het noemen? Je pakt een kaart, zoekt een counter voor die kaart Zoekt een counter voor die kaart Zoekt een counter voor die kaart Totdat je een heel deck hebt, jullie gaan het zien Ik heb erover nagedacht, maar ik denk dat het leukste is om gewoon Random, gewoon maar iets te pakken en dan kijken waar we uitkomen. Dus, um, ik heb hier mijn account voor ...maar Jullie zien het al gelijk. He, kleine schermen zijn. Wat is aan de hand? Um, ik ben even op mijn iPhone omdat mijn iPad niet opgeladen is. En ik nu wel een video wil maken. Dus dan doen we doen het even op mijn iPhone. Maakt er ook helemaal niet heel veel uit, denk ik. Um, welk deck willen we aanpassen? Ik denk gewoon dit deck. Dit was nog van de shop challenge. Wij gaan nu dus um, dat, die ene challenge doen. En um, ik heb een beetje nagedacht. Wat? Waar willen we mee beginnen? En ik dacht dat we gewoon voor de gemak gewoon lekker beginnen. Met een Pekka. Denk je voor de gemak. Nee, het is helemaal niet... Oh, wacht. Oh, moet ik even zo doen? De Pekka zit er al in. Um, nou, gewoon weet je wat. We doen gewoon lekker Pekka. Nee, we doen geen Pekka. Grapje, 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 grapje. We doen gewoon lekker Hogwiden. We doen gewoon lekker Hogwiden. Beginnen we gewoon even lekker mee. Moeten we een counter zoeken voor de Hogwiden? Wat is nou echt een counter voor de Hogwiden? Exact. Dat is. Een Infernatoren. Een Infernatoren is echt wel een counter voor een Hogwider. Dan gaan we even kijken. Wat is dan een counter voor de Infernatoren? Een. Wat is een counter? Ik, ik vind toch wel, voor een counter van de inferno vind ik toch wel een lightning spel. Want die gaat, dan, gaat, gaat de inferno gewoon gelijk dood. Dus we een lightning spel ziet er nu al niet. Ah, kan, kan nog chill worden. Wat is een counter voor een lightning spel? Even denken hoor. Ik zat te denken, weet je wat, wat nou is, wat is nou een counter voor de lightning spel? Ja, precies, de battle ram. Denk je door de battle ram? Het is 4 elixir en met de, uh, de lightning spel je die op een, um... Op een uh, uh, drie musketeers gooit. En je doet die Battle Ram. Dan countert die Battle Ram die Lightning. Dus de Battle Ram is daarvoor de beste kaart. En wat is dan weer een counter voor de Battle Ram? Dat is eigenlijk ook gewoon een defense. Maar dat hebben we al. Dus dan zal ik te denken. Wat stopt nou gewoon heel makkelijk een Battle Ram? Exact, jullie denken hetzelfde als ik. Een Electro Wizard. Dat klopt. En wat countert een Electro Wizard? Zo is dus de, cha de challenge van vandaag. De countert Electro Wizard countert Skellies. Want die kan je gewoon om een Electro Wizard heen doen. En dan is die Electro Wizard best wel dood. En wat countert Skellies? Exact, een Log. En wat countert een Log? Dat is een goede vraag. Ik denk gewoon iets dat vliegt, zoals Minions. En dan hebben we een best wel goed dek gemaakt eigenlijk. Ik denk dat we wel een beetje in moeilijkheden komen met de Defense. Aangezien. Nou, het kan wel werken. Ik heb dit deck gemaakt. Ik had een beetje in mijn hoofd al gedacht dat we moeten beginnen met een Hokwire. Maar we gaan zien of dit deck werkt. Ik vind dit een hele leuke challenge. En ook origineel. Weet je we nog een leuke challenge staat achter in de comments. En wij gaan lekker bezig met de Classic Challenge. We staan al 1-0. Maar gaan kijken of we daar 4-0 van kunnen maken. Misschien kunnen we dat wel. We komen tegen Royal Puffers. Allee, we komen tegen Tim Taylor uit de clan Royal Puffers. En we gaan deze boy even heel hard ik denk gewoon lekker beginnen met een hook Rider, gewoon een hook Rider We kunnen gelijk Lighting, maar dan moet je wel iets heel lekkers droppen dat ik dat in principe niet ga doen Nee, kijk, daar gaan we natuurlijk geen Lighting op gooien Daar gaan we wel onze eigen minions op gooien Even doen, drie hits, dat vind ik best wel super Doe ik even de minions een beetje hier Zo, hoppatee Dat is mooi gecounterd, uh, oké okay. Oh, dat is fijn, we gaan gelijk eerst even gelijk Battle Ram Gewoon een druk hoog zetten en dan hebben we straks gewoon lekker rustig Een Inferno-torentje, en die Inferno-toren Gaan we zeker op de Giant gebruiken Boom, weg is die toren bijna? Um, ik doe even een lightning spell. Oh, wat had ik graag nu? Wat had ik graag nu een lightning willen, ge, uh, willen droppen? Op die uh, musketiertoren en Mega Minion. Maar we doen het toch eventjes niet? Ik moet dit even counteren met Electro Wizard. Hoppatee. Ik doe even Skelly's hier, zodat die Mega Minion afgeleid raakt. Zo, en dat hij uiteindelijk toch dood is. We hebben best wel een. Hoe die? Dit deck is best wel goed, besef ik me nu pas. Dit deck is best wel sterk. We hebben counter tegen Graveyard. Dit. Counter tegen Tanks. en lightning. Even enfin, een lightning en Een Inferno Toren. Dit deck. Kan best wel gaan werken, denk ik. Um, even denken hoor. Ik dacht dat we gewoon rustig een hokwaard doen. Dan gaat hij waarschijnlijk counteren met minions. Maar dit deck is goed. Dit deck is best wel goed, bedenk ik me nu echt. Hoppa, die toren is denk ik bijna weg. Of die is weg. Die is. Nog één slag. Oké, okay, bijna weg. Doe even de minions hier, zo. Maar die toren hebben we dus uh, al bijna weg. En moet je kijken hoeveel damage, of hoe weinig damage we pas op onze eigen toren hebben. Ik ga snel even een elektrofist hier droppen, zo. Zodat onze eigen minions levend blijven. En Dat is best wel noodzaak, dat die minions levend blijven. Zodat we die bonen kunnen uitschakelen. Dit werkt echt gewoon als gegoten. Dit is denk ik serieus het beste deck ooit dat ik met een challenge gehad heb. En het is nog niet dat het uh, oneerlijk gegaan is. Dus dit is gewoon de challenge. En ik heb echt wel counters voor elkaar gezocht. En ja, ik vind het best wel ziek zo. Oké, okay, we gaan even de... Um, we gaan even pushen. We gaan even dit doen. Battle Ram. Daar hebben we een lightning klaar voor als die musketeer nog iets dropt. We gaan het zien. Gaat hij dat doen? Hij doet sowieso een musketeer, denk ik. Nee, hij laat het gaan. Heeft hij. Heeft hij. Hey, oh, hij, hij heeft opgegeven. Onze Tim Taylor heeft het opgegeven. Wij zijn te sterk met de Counter Deck Challenge. We pakken deze boy easy aan. Hoppetee, het even. Gewoon lekker de druk zetten. Hoppetee. Ik denk serieus, als ik dit deck zou willen verbeteren. Zou ik serieus niet weten wat ik beter zou willen? Heel misschien zou ik of de hoekwaarde of de battle ram weg willen. En daar dan een extra kaart voor defense neerzetten. Maar ik vind dat ik dit best wel slim heb gespeeld, deze challenge. We hebben deze challenge gewoon uitgespeeld. wel moeten we die te vroeg juichen. We hebben nu één potje gewonnen. We moeten er nog drie. We gaan kijken. We komen nu tegen Shiptar uit de BB Bad Boys. En we gaan deze boy ook gewoon totaal rekken. We gaan hem gewoon helemaal inmaken. We gaan het nu laten zien. We beginnen al rustig met die skeletons in de back. Zo. En dat doet hij pekka level 3. Nou, dan weten wij genoeg. Wij hebben lekker die furniture, Wij kunnen rustig op de aanval gaan. En straks gewoon zijn 8 elixirkaart of 7. Oh, dit is echt heel zielig dat ik dit nu niet weet. Pekka is 7 elixir. Vroeger was het 8. Um, dat we gewoon zijn 8. Nee, zijn 7 elixir kaart. Rustig kunnen counteren met een 5 elixir kaart. Plus 2. Let's go. Oh, we doe even minions. Dat is ook plus 2. Want Graveyard is 3. En eh, 5. En minions zijn 3. Oké, okay, we doen wat damage. Uh, we krijgen wat damage op onze toren. Maar niet te veel. Dus we hebben hier gewoon plus 4 elixir bij gehaald. Dus daardoor gaan we de Hawkwaarder in de aanval. En gaan we kijken of we wat damage kunnen doen. Ja hoor. kijk, kijk, kijk. Dat ziet er al mooi uit. Zo, doe ik even die skellies, zodat die hokwaarder niet volle hits doet op die. Um, dus die Electro Wizard niet volle hits doet op de hokwaarder. Hebben we extra hit door die skeletons gekregen. Nice. En dan ga ik eventjes Battle Rem. En dan kan ik gaan predicten dat hij weer skellies gaat doen om dat te verdedigen. Maar ik ga het toch niet doen. Het is een vroeg in het putje. Ik dacht namelijk dat hij gewoon Pekka doet. Nee, hij doet dit. Oké. Okay. Um, nou dan. Oh, ja, hij dwelt. Dus hij doet uiteindelijk toch wel skellies. Ehm. Um, ja, ik doe gewoon even lekker Electro in de back. Dat County Knight wel best wel goed. Oké, okay, um, komt hij met dit? Nou, dan gaan we gewoon rustig in de inferno -toren. en Dan hebben we de minions ook klaar voor als die opeens weer genoeg heeft voor zijn Graveyard. Ik sta al ready met mijn minions, maar ik denk dat... Oké, okay, jij doet het daar. Vind ik helemaal niet erg. Vind ik heel fijn zelfs dat je die Graveyard lekker daar dropt. Want dan uh, pakken wij een toren met deze County-boost. Let, op, let op, Dit is een toren. Ik kan nu de log plaatsen, want ik denk dat hij met skellies komt. Of heeft hij het al opgegeven? Hij heeft het niet opgegeven. Maar dat, die tornado was op zich redelijk goed. Maar we pakken alsnog zijn toren. We kunnen nu de druk hoog zetten. Weet je wat? Laten we dat nog eventjes gaan. We gaan wel zeker voor die drie kruin straks. Maar we staan nu zo lekker voor. Heerlijke challenge. Meer van deze chille challenges. Graag. Want uh, dit is best wel nice. Um, even skellies in de bek. Uh, doen we even uh, een in de bek. Zo. Dan doet hij dat. Dan doe ik een battle ram. Doe ik die lekker gewoon daar. Zo. Dat doen we gewoon eventjes lekker. Doe ik even de minions op zijn. Oh nee. Wacht, we lightningen dit gewoon. We lightningen dit gewoon. Doe je, Electro Wizard. Dag. Dag. Doe even de hoekwaarder Gewoon even de druk hoog zetten. Zo. Oh nee, die Hawkweider gaat dood door die Pekka. Ja, die Hawkweider gaat dood door de Pekka. Dat was geen eh, best plan. Dat was niet de beste plan wat ik had kunnen verzinnen. Maar we staan nu wel alsnog heel dik voor. Ik wil wel heel graag die trik gewoon verdommen. Wacht, we doen even in de door. Hier, weet je wat? We gaan heel sneaky spelen. We gaan heel sneaky spelen. Weet je wat? We gaan gewoon laten gaan. We laten die toren gewoon gaan. En ga gewoon laten zitten. Dat ga ik niet doen. Ik wil toch niet risken. Ik wil zeggen. Ik... Dan gaan we gewoon lekker voor die 3 driekruin. Ik wil toch voor de zekerheid niet risken. Straks verliezen we alsnog. Omdat ik die graveyard laat gaan. En dan balen we met z'n allen heel erg. Dan balen we als een stekker. Zie me laden. Ken je dat nummer? Laat het achter in de comments. Maar we hebben dit eh, lekker gewonnen deze. Hoppatee. Bijna een driekruintje. We doen nog... 1 of 2 potjes, we doen nog 2 potjes want het gaat zo lekker Hoppatee, nog een potje We gaan zeker niet de deck veranderen, we gaan zeker niet de challenge opnieuw doen Want het gaat gewoon geweldig 3-0, let's go, we komen nu tegen Chipty Poon uit Klen Hanoi En, um, nou we gaan het gewoon heel easy aanpakken, denk ik gewoon weer uh, Ja, we beginnen wel met de hockey. we beginnen wel lekker met de hookie Hoppatee, hook rider incoming Wat ga je er tegen doen, wat ga je er tegen doen? Hij doet een mini-pack aan de andere kant Vind ik allemaal prima Oké, toen een witch. Kunnen we straks lekker lightningen? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan die mini-packer gewoon met één elixir counteren. Let op dit, let op dit. Ruffus Keddys tenzij hij gaat loggen. Um, Doe even dit zo. So. We lightningen dit gewoon. Waarom is dat... Uh, misschien denken jullie dat dat dom is, maar nee hoor. Een ballon is 5 en een witch is vijf. En we counteren dat gewoon met 6 elixir. Dus dat is plus 4 zelfs. Dat is een prima lightningspel. Um, ja, en dan hebben we nog wat damage op de toren gedaan. Met die electro wizard. Dus we staan er echt heel lekker voor. We staan er echt super voor tegen deze chip typhoon. Ik vind dit deck echt heerlijk. Ik denk dat ik dit deck echt wel vaker ga gebruiken in challenges. Gewoon serieus. Ik vind dit deck echt... Onwijs fijn. Ik ga even de battle ram doen. Voor de rest even niks. Gaan we even kijken wat onze boy gaat doen. Hij doet een baby draak. En hij doet dat. Oké, okay, dan doen we even minions hier in de back. Zo, en dan doen we even de skelletjes hoog hier. Zo. En dan doen we voor de zekerheid even een electro wizard. Want ik dacht al dat hij iets van arrows zou hebben of zap. Dus dat is eh, prima dat we nu een Electro hebben. Dan moeten we even een beetje oppassen voor die draak. Maar ook al niet al te veel, want die elektro doet enorm veel damage met zijn lightning slag of lightning bolt. Of wat het ook allemaal is. En die draak is oefutsi. En dan gaan we even kijken of we met de hogwaard een push kunnen maken. Ik heb de leiding klaar voor als die met zijn witch komt. Kom alsjeblieft met je witch. Ja hoor. Hoppatee. Boom, boom, boom. Boom! Oh, wat een lightning weer. Wat een lightning weer. En dan hoef ik hoef niet eens iets te doen tegen die pack. Want ik dacht dat die toren dat we allemaal eh, opruimt. Ja, die toren ruimt die pack easy op. En we staan nu zo lekker weer voor. Ik hou van dit deck. Even denken hoor. Moeten we nog niet te optimistisch worden. We moeten het potje nog wel binnenpakken. Maar ik denk dat dit, dit is wel echt heel ziek Dit is wel echt heel erg ziek. Even even denken: Petorum. We gaan gewoon lekker in de aanval. Kijken of we die toren kunnen meepakken nu. En anders is het ook niet een groot probleem. We doen even de minus hier. Op die ballon. Ik dacht dat we even nog een elektrovisie erbij moeten doen. Anders zou die ballon een hit maken. Dat willen we natuurlijk liever niet. Um, nou, dat is prima. Zo, dan doen we eventjes dit hier. Oh, dan moeten we dit wel even loggen. Want we moeten nu wel even oppassen. We moeten nu wel even oppassen voor die babydraak. Eventjes oppassen. We doen eventjes de battle ram op defense. Dat zijn natuurlijk ook gewoon twee uh, barbaren. Die ook gewoon kunnen strijden tegen die elite barbaren. Nou, dit gaat allemaal wel dood. En dan hebben we weer een lightning spell ready. Voor zijn witch. Let op. 3, 2, 1. Witch. Witch. Waar is je witch. Geen witch vind ik ook helemaal prima oh, als je niet meer je witch komt. Nee, oké, okay, dan gaan we gewoon lekker 2-0 winnen. Als je het ons zo makkelijk maakt, pakken wij toch gewoon lekker een 2 0 -tje. Pakken wij toch gewoon lekker een 2 0 -tje. Ik ga er nog even lightning spellen gewoon voor de leukheid. We uh, geven weet je wat? We gunnen hem gewoon één toren. We gunnen hem gewoon die rechter toren. Ik vind het allemaal prima. Wij pakken misschien zelfs de drie crown of hij. Je moet wel een beetje oppassen, Flor Floris, je moet wel oppassen. Je moet wel oppassen. Oh nee, je moet wel een beetje oppassen. Je moet wel een beetje oppassen dat hij niet de drie krab pakt. Nee, wij pakken hem. Let's go. Ja, dit is geweldig. We gaan nog één potje doen, maar echt heerlijk. We domineren hier in de Classic Challenge. Met een dus wel best wel heel erg lekker deck. 4-0. Gaan we nog één potje doen? Zeker is te weten. We komen tegen een VD uit de clan. Um, het is level 9, maar dat is logisch. En uh, ik moet naar de kapper. Ik moet trouwens echt naar de kapper. Mijn haar is denk ik iets te lang. Vinden jullie dat ik naar de kapper moet? Laat achter de comments. Maar wij gaan even pushen. Oh, Oké, okay. we komen nu tegen iets heel nieuws. We komen tegen een lava want Ik ga gewoon gokken. Go heel veel mensen spelen met Skarmy -Me in een lava Ik denk Oh, get out of here, Fady. Ga weg hier! Die prediction is eng, man! Die prediction is ziek, echt! Oh, oh, oh! Ik zei het nog, hè? Heel veel mensen in een lava-deck spelen met Skeleton Army. Oké, okay, het was geen Skeleton Army, maar het was een Goblin Gang, maar het is ongeveer dezelfde soort kaart. Dus dat was een heerlijke log. Oh, 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 oh! Wat deden we dat toch lekker? Ik wil niet opscheppen, maar dit gaat wel echt Heel erg goed. We gaan even kijken. Of we de tolken kunnen halen met zijn Battle ramp, Tombstone. Het is echt zo'n counter. Het is zo, dat is zo um, duidelijk. Het is altijd in een Lavaound deck. Speelt de tegenstander met Tombstone. Met Goblin Gang of Skarmy. Met Lavaound. Met Ballon. Met Lightning. Niet altijd met een Inferno draak. Soms, um, soms ook een Mega Minion. Maar het is zo voorspelbaar. En dat is wel fijn altijd aan een Lavaound deck. Het is, ze zijn extreem sterk. Maar ze zijn ook wel. Enorm voorspelbaar. We doen even snel de skeletons. Hoppatee, dan leiden we eventjes die Evernedraak draak af. Dat vind ik wel fijn. Als die Inferno-draak op de toren zit, dan is het echt geen pretje. Daar moet je echt voor oppassen. Maar Electro Wizard countert die Inferno-draak als genoten. Dan kunnen je... Nee, weet je wat? Ik laat even gaan. Ik weet dat er nu Goblin Gang komt. Let op, Goblin Gang. Voorspelbaar. E. -F. Gewoon zo voorspelbaar. Oké, okay, dan komen we eventjes nu met. Um... Hoekwaarde, let op. Tombstone. Ik, ga, ik, ik kan het al gokken. Tombstone 3, 2, nee, geen tombstone. Waarschijnlijk heeft hij niet te snel gecycled. En had hij nog niet, was hij nog niet bij zijn tombstone? En koudt het namelijk met een baby draken, Dat is veel minder goed dan een tombstone. Nu dan met een tombstone, let op. Nu dan wel. Nu wel met een tombstone. Oké, okay, wacht even hoor. We moeten nu wel eventjes rustig... Ja, kijk, daar is die Doomsday trouwens. We moeten wel eventjes rustig nu die Inferno ready hebben voor zijn ballon. Oh nee, willen we daar iets tegen nog doen? Ja, we doen even Electro Wizard zo. So, stoppen we die ballon en dan gaat die Electro Wizard daarna gewoon lekker door naar de kant waar wij damage willen gaan doen. En dat is niet rechts. Dat is niet rechts! Waarom ga je dan rechts, uh, Electro Wizard? Wacht, we gaan even dit doen. Let op, Goblin Gang, 100 miljoen euro. Let op. Ja hoor, daar is hij weer. Ik had hem iets meer naar rechts moeten doen. Maar op zich prima. Want we doen redelijk veel damage op dit toren. Ik doe even naar eens in de back. Hoppakee. En ik denk dat we dit weer rustig kunnen. Um, twee kroun weer. We hebben niet eens getraind. Oh, ja, we hebben één keer twee Maar Ik denk dat dit een rustige twee crown wordt. Oh, wacht. Ik wil even mijn leidingsspel hebben nu. Ik ga even dit lightningen. Gewoon even omdat het kan. En omdat we die uh, dingen allemaal wel willen stoppen. Even kijken hoor. Oké, okay, nee. Hij gaat waarschijnlijk onze toren nu pakken. Hij pakt onze toren waarschijnlijk. Dus dan gaan we in OT. Maar in OT slachten we hem wel, hoop ik. Oh, nu ben ik wel een beetje bang. Wacht. Hokwaarde, ik denk niet dat hij zijn gang heeft. Ik ga toch even een beetje gokken. Hoppatee. Nee, hij heeft nog niet zijn gang. Oh, oh, jongens. Wat is er bij mij aan de hand? Ik ben zo in vorm nu opeens. Hoppatee. Doei. Oh. Oh nee. Oh nee. Ben ik wel iets gehaast geweest? We gaan even snel battle remmen in de aanval. Oh nee. Oh nee, Betteren, maak het alstublieft af. Goed zo, Ren. brave. Jongen, wat een deck is dit, jongens. Neem het gerust over, want het werkt echt geweldig. En als ik dan een, iets zou willen verbeteren, zou ik het legit niet weten. Ik denk echt, ik denk echt dat ik dit deck vaker ga gebruiken. Wat een heerlijk deck, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik kan wel makkelijk zeggen dat dit de beste deck ooit was voor een challenge, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik jullie de volgende video en tot. Damn